We staan vandaag in Epe, waar de primeur is van de landelijke SOS-alarmdiensten. En wij gaan in gesprek met de initiatiefnemer Antoine Janssen. Wat zijn jullie doelstellingen? Op het moment dat er een calamiteit is, dan duurt het circa 10 minuten voordat de politiebrandweerambulance ter plaatse is. En we hebben eigenlijk met elkaar gezegd van als we nou die 10 minuten eigenlijk kunnen invullen, door middel van EHBL, BHV en reanimatiehulpverleners, kunnen we eigenlijk de slachtoffers die er even van zijn, sneller hulp verlenen tot politiebrandweerambulance gearriveerd zijn. Eigenlijk zijn jullie bezig om de vierde kolonne in Nederland werkelijkheid te laten worden. Ja, dat klopt. Met al die hulpverleners willen we eigenlijk die positionering zien te krijgen als vierde hulpverlenerskolom. Ja, er zijn diverse initiatieven. Die zijn nog niet zo grootschalig zoals jullie het hebben aangepakt. Jullie gaan voor een landelijke dekking. Ja, waarbij we wel natuurlijk graag samenwerken juist met die regionale initiatieven. Want wij kunnen het niet alleen. Uiteindelijk hebben we de inzet van 7 miljoen mensen nodig. Dus juist die regionale initiatieven, daar hopen we met elkaar die landelijke database te verzorgen. Vandaag in Epe een congres. Daar komen jullie bij elkaar. Wat zijn de verwachtingen van jullie voor dit congres? Nou, tijdens het congres komen eigenlijk de mensen uit het veiligheidsdomein. Dus zowel de politie, brandweerambulance als ambtenaren van ministeries. Daar gaan we verder toelichting geven over de SOS Alarmhulpdienst. En de positionering die je met elkaar eigenlijk als burgers probeert neer te zetten. Daarnaast zullen we bekendmaken MVBO, maatschappelijk verantwoord betrokken ondernemen. Dat is de primeur waar u in het begin van uw verhaal eigenlijk al over had. En wat gaat daarin gebeuren? Dat alle bedrijven benaderd zullen worden vanaf vandaag om hun BOV te registreren bij ons. Zodat ze niet alleen binnen het gebouw, maar ook buiten het gebouw in een straal van circa 250 meter weer daarom die hulp kunnen verlenen tot politiebrandweerambulance gearriveerd is. Ik denk een prachtig initiatief om de eerste hulp, de vierde kolonne in Nederland te mobiliseren. Je doet het niet alleen, je doet het met heel veel mensen. Ik heb ondertussen ook al gezien dat er ambassadeurs zijn die mede jullie verhaal helpen te ondersteunen. Dat klopt, daar zijn we uiteraard heel blij mee. Die hebben ons geholpen om de bekendheid te krijgen. Maar daarnaast zijn het ook allemaal burgers. Burgers die eigenlijk ook van belang vinden dat hun gezinnen en dierbaren geholpen worden. Dus wij gaan er eigenlijk vanuit, maakt niet uit wie je bent. Het gaat erom, probeer dit met elkaar te doen waarbij iedereen een rol vervult. En gelukkig ook onze ambassadeurs. Ja, wij gaan eens even een van die ambassadeurs erbij vragen, want ik wil zijn verhaal wel eens even horen. Jij in ieder geval bedankt. Dankjewel. 51. Nou, wie gaat daar nog aankomen? Weet je wat zo mooi is? Ja, aan hem werd dus gezegd dat hij geen laatste ronden kon rijden. Nou, als hij 5 kilometer rijdt met enige sepsis. Ambassadeurs, die zijn er. En bij SOS Alarmhulpdiensten is Hein Vergeer ambassadeur. Hein, we kennen je van het schaatsen, maar deze stichting ondersteunen. Wat is de reden dat jij dit een warm hart toedraagt? Ten eerste ben ik gewoon burger en ik heb in mijn directe omgeving 2 mensen verloren waar de hulp te laat kwam. En achteraf zeiden een aantal mensen in de buurt waren potverdikkie. Had ik het geweten, had ik heel graag die hulp willen verlenen. En toen hebben we gezien dat er eigenlijk een grote zwarte vlek was in Nederland. En ik heb gezegd, nou, als ik met mijn bekendheid daar een bijdrage aan mag leveren, heel erg graag. Dus wat ik doe is, en ik weet dat het een lange weg is, probeer zo mee of veel mogelijk mensen te mobiliseren en te vragen om een onderdeel te zijn van deze hulpdienst. Initiatieven zijn er heel veel in Nederland, maar soms in Nederland, we wonen met 17 miljoen mensen, hebben 17 miljoen meningen. De stichting moet natuurlijk heel goed zijn best doen om zich te positioneren. Als schaatser weet jij als geen ander wat verandering betekent. Ja, verandering is natuurlijk voor heel veel mensen ontzettend moeilijk. Want dan haal je iemand uit zijn eigen sfeer en uit zijn eigen omgeving. En die moet ineens anders gaan leren denken. Dat heb ik in mijn eigen sport ook meegemaakt. Wij waren 1, 2 en 4 op de grote kampioenschappen. Europese en wereldkampioenschappen. En toen hadden we de trainer Henk Gemser. En die gaf ons op een gegeven moment aan dat wij nog veel harder konden schaatsen dan dat we dat op dat moment al deden. Dat is natuurlijk een beetje gek, want als je 1, 2 en 4 bent op de grote kampioenschappen, dan gaat er niet iemand zeggen dat je nog harder kan. En we hadden al heel veel veranderd in die periode, andere trainingsmethoden. En toen zei hij, er komt een meneer en die komt ons uitleggen dat we nog veel harder kunnen schaatsen, secondes per rondje. Ja, dat is natuurlijk best leuk, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar, want je weet echt hoe de wereld in elkaar steekt. En toen kwam er een professor en die begon een verhaal te houden. Die kwam binnen op geitenwolle sokken en een beetje verward haar met hoofd met haar. En begon een heel technisch verhaal te houden met allemaal tekeningen en... Wij zaten daar als 6 eigenwijze boeren die precies wel wisten hoe de wereld in elkaar stak. Want wij waren niet voor niks nummer 1, 2 en 4 op de wereld. En na 1,5 uur vroeg professor Van Ingeschenen, want ze heette die man, of wij de klapschaats ook wilden proberen. Ik spreek over 1986. Nou, dat wilden we dan wel, want ja, goed. Als die man de moeite had genomen om dat verhaal te vertellen, wilden we het best wel even proberen. We hebben 1,5 uurtje geprobeerd, die dingen aan de kant geschopt. En waar die man die wijsheid vandaan had gehaald om ons even te vertellen dat wij nog veel harder konden schaatsen. En dat heeft uiteindelijk 10 jaar geduurd voordat hij het werkelijk voor elkaar heeft
gekregen om te laten zien dat hij een waanzinnig product had. En na die 10 jaar begon hij op een totaal andere manier. Hij begon bij de jeugd van het gewest Zuid-Holland. En de jeugd van het gewest Zuid-Holland die ging veel harder schaatsen dan al die andere jeugd in Nederland. En toen waren de dames in het gewest Zuid-Holland die zeiden van, nou wacht even, dat willen wij ook wel. En die gingen harder schaatsen dan heel veel andere dames in Nederland. Je had 2 dames in de top, Tony de Jong en Barbara de Loor. En die zeiden van, goh, dat willen wij toch ook wel heel erg graag. En in die periode had je nog de nasleep van de Oost-Duitse dames. En daar kon je, om wat voor reden dan ook, eigenlijk niet van winnen. Het was in 1996 de Europese kampioenschap in Heerenveen. Toen zat ik op de tribune en toen werd Tony de Jong met 1 en Barbara de Loor die werd 3. En ik keek dat weekend eens en ik denk van, potverdikkie, wat hier langskomt heb ik wel eens vaker gezien. Alleen, ik was toen te eigenwijs en ik dacht dat ik het allemaal zo goed wist. Had ik het daar maar eerder naar willen luisteren. Met andere woorden, ik had me eigenlijk helemaal niet kwetsbaar opgesteld. En het grappige is wat je ziet, is dat eigenlijk wat vooral de belangrijkste essentie is, is dat je kan alleen maar dingen van onderuit veranderen. Want die professor begon toen onderuit en van onderuit bleek dat het allemaal klopte en dat het werkte en dat het functioneerde. En als je dat van bovenaf wil veranderen, wordt het een heel lastig verhaal. Met andere woorden, we hebben iedereen nodig. Iedereen die een competentie heeft en die zegt van, potverdikkie, dit is hetgene waar ik in geloof. Die vragen we ons om aan te sluiten bij ons en ervoor te zorgen dat wij met z'n allen iets kunnen veranderen in Nederland, waar we allemaal ontzettend veel profijt van hebben. Dat onze familie, vrienden en geliefden eerder hulp kunnen verkrijgen bij een calamiteit. Prachtig initiatief natuurlijk en mooi dat jij dat zo ook ondersteunt met deze woorden. We hebben 15 jaar geleden de introductie van de AED meegemaakt in Nederland. En in het begin was heel veel tegenstand. Heden te dagen hangen er meer dan 70.000 AED's in Nederland. En het is goed dat die ook mede mee gaan draaien in dit project. Ja, Hein, ik hoop niet dat het 10 jaar gaat duren. Nee, we gaan ervan uit dat het zeker niet 10 jaar gaat duren. We leven in een iets andere tijd. We hebben steeds andere communicatiemiddelen ter onze beschikking. En we kunnen mensen wat eerder mobiliseren. En gezien het feit dat iedereen hetzelfde belang kent, weten we met de voorbeelden ook vanuit AED dat als we elkaar ondersteunen, dat we dat snel voor elkaar moeten kunnen krijgen. Oké, wij hopen met z'n allen dat we dit mooie initiatief de komende jaren gaan realiseren in Nederland. Dank voor jouw inzet. Graag gedaan, dankjewel. Frits Wessel, journalist, normaal natuurlijk bekend vanuit Den Haag, vandaag op de Veluwe actief. Burgerparticipatie, een woord wat je in Den Haag veel hoort. Vandaag sta je als gespreksleider hier op de Veluwe. Je staat eigenlijk met de voeten in de klei van de burgerparticipatie. Kun je er wat van merken in de praktijk hier? Ja, nou kijk, ik ken Hein Vergeer heel goed uit de schaatserij. En die benaderde mij destijds van, joh, ik ben ermee bezig als ambassadeur. Zou je ons een beetje kunnen helpen? Met misschien wat ideeën en misschien zo'n dagvoorzitterschap hier de boel een middag en avond leiden. Antoine uitvoerig gesprekken mee gehad, die dat allemaal heeft opgezet, zijn initiatief. En ik vond het een heel mooi initiatief. Ik ben betrokken bij meerdere goede doelen, bijvoorbeeld de hulphonden, de KNRM, de reddingsmaatschappij. En dat zijn ook allemaal vrijwilligers die dat soort dingen doen. En dit past er ja, eigenlijk heel mooi bij, dus daar zet ik me even graag voor in. Ja, de politiek houdt zich vaak bij woorden. Jij brengt dat heel vaak het land in en toetst natuurlijk de daden. Heb je ook het idee dat van onderuit initiatief vanuit de burgers dit woord van 2013 in werkelijkheid gedragen gaat worden door de politiek? Ja, want iedereen ziet steeds meer en meer dat de overheid niet alles kan garanderen. Als het gaat om veiligheid, als het gaat om directe hulp, als er iets gebeurt. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zelf iets kunnen en die zelf ook iets willen doen. Maar dat moet je zelf, en dat kan tegenwoordig ook met technische middelen, met iPhones en weet ik wat je er allemaal voor hebt en appjes. En kun je die mensen ook heel snel inschakelen als er in hun omgeving iets gebeurt. En als je die mensen zo kunt helpen, samen met de professionele hulpverleners van de overheid, want dat blijft natuurlijk altijd, dan kun je veel meer zekerheid bieden en veel meer snellere hulp bieden aan wie dat op dat moment nodig heeft. En Frits, je hebt zelf ook al als burger geparticipeerd bij een eerste hulpsituatie. Ja, een aantal keren. En ik vind als je iets kunt en als je kunt helpen, dan moet je dat vooral doen. Oké, bedankt.